Hey kijkers van mijn kanaal, dit is Dumps en welkom bij een nieuwe Community Craft. Oké, dat zijn echt hele slechte intro's, maar dat maakt het niet uit. Zo muzikaal. Wij hebben intussen tijd, ik ga direct aan het werk hoor, want ik ben een harde werker altijd. Ja. Intussen tijd dat wij aan het overleggen waren, dat klinkt ook echt heel logisch, maar ja, dat maakt het niet uit. Ja, van wat? Hebben wij besloten dat wij vanaf heden... hier een strandtent gaan maken door middel van een glazen cave. Door het water kan je er komen. Zo ja, een tunnel eigenlijk. Ja, een glazen tunnel. Dus wat we eigenlijk moeten doen is al dit cobblestone eruit aan het hakken. Nou, zoals je kan zien zijn we al hartstikke druk mee bezig natuurlijk. Ja, bijna druk erbij, hè. Bezige bijen. Dat bedoel ik. En met als we dat doen, ja, gaan wij dit vervangen door gewoon zand natuurlijk. Ja. Want zonder zand is het ook geen strand. Dat was ook echt heel logisch. It makes so much sense. Yes, I did it. En als we dat allemaal hebben gedaan, gaan we dus eerst dit uithakken. Gaan we slapen. Ja, en dan stoppen we ermee. Stoppen we ermee gewoon voor altijd. Klaar is Kees, weet je wel, zo van... Ja. Oh, klaar, weet je, we zijn klaar ermee. Oh, heb jij een boog en een arrow? Waarom? Er zit daar een zombie te zwemmen. Of een creeper. Heel goed, Wouter. Whatever. Ik echt heel goed van in, een groene zombie. Jij bent heel goed in Minecraft al, heb ik wel door. Mm-hmm. En in spelling en grammatica ook. Ja, dus we moeten hier echt die strandclub gaan maken. Ik ga even een chest maken in de tussentijd. Een chest? Durf je dat wel? Ik denk dat ik het kan. Oh nee, ik moet niezen. Oh nee. Waarom maak je geen furnaces? Ja. Oké, het is weg. Hou hem in je. Ik zal hem in nou. Er komt de hele episode geen nieuws van mij. Hoop ik. Nee, ik wil hem niet, Vincent. Oh shit, jammer. Sorry. De creeper is best wel eng daar bezig in. Ja, daarom. Ik wil hem afmaken. We moeten dit trouwens wel op gaan vullen met zand zo hoor, dode vriend. Ja, ik weet het. Ik leg even wat spulletjes weg. Gaan we het eerst opvullen met zand? Ja. Oké. Ja, ja. Oké, ik ben het zand nu aan het plaatsen. Je had ook heel veel zand, hè? Yes. Ik ben het hier nu aan het plaatsen. We moeten ook nog de dirt weghalen. Ja, dat zijn zorgen voor later. Maar gaan we dus zo'n tiki-bar maken? Zo'n tiki-tiki-tiki-bar? Ja, zoiets waar je lekker cocktails kan drinken en... Potions, dikke vette potion potions. Ja, oh, dat zou wel geniaal zijn als je dat echt zo'n potion ding hebt. Echt zo'n never... Nee, we moeten dan van die brewery stands maken. En dan heb je dus gekleurd glas. En daarachter heb je dan die brewery stands. Eeuw? Hoezo? Wat is er mis met rood gekleurd glas? Eeuw. Dat moet in de Playboy. Dat is wel vet. Ja, maar dat moet in de mansion komen. Ah joh, kan hier ook wel. Kan hier ook wel. Voor de mensen. Ik ben door mijn zand heen. Oh, Vincent. Ja. Had je maar meer zand gehakt. Hè? Hoeveel zand heb jij nog dan? Ja, echt nog 400.000 zand. Dat is heel veel, ja. Dat is best wel veel, ja. Maar ik ben ook goed voorbereid, hè. Ik ben een ervaren Minecrafter. Jij valt me de hele tijd in de reden. Vervelend mens. Broe. Waarom reageer je niet? Oké. Het nadeel is... We hebben geen... Ja, luister. Ja? Geen kool. Alleen hout. Gelukkig hebben wij saplings. Hier staat gras. Ja, je moet wel even alles opvullen, hè, met zand, vriend. Ja, weet ik, maar als we nog die bomen willen groeien, dan moeten we dat hier doen. Die kunnen niet zo naast elkaar. Echt wel, jongen. Echt wel niet, jongen. Oké. Ik ga het plaatsen en jij gaat het weghalen. Maar dan moet ik nou weer... Fuck aan jouw boom! Hoeveel gaat er wel niet in? Holy shit! Ja, maar dat kan omdat hij niet kan groeien. Ja, ja, maar die groeit wel. Ja, die heb ik geplaatst. Oh, hier, deze groeit ook. Yeah! Okay. Free tree. Zet een nieuwe neer. Ja. Laten we een hele grote maken, 4x4. Okay. Ja, moet ik wel even een nieuwe sapling halen. Oh, die sloven hier eruit. Kijk, oké, ik heb er 10. Oh. Maar kan dat met oaks? Ja, tuurlijk, kan met elke boom. Is dat zo? Ja, let op. Okay. Hocus pocus, Pilatus, paf! Nee, dat kan alleen met spruce. Echt wel, let op hè. Kijk aan leer. Ja, daar. En met je bone meal.
Kijk dan! Oh, hij is 4 bij 4! Dit is echt zo'n dik klein boompje. Wat de heck? Obesitasboom. Ja, zoiets. Oké, nee, ik hak hem alsnog wel weg. Hallo, mijn boom heeft obesitas. Kan u hem helpen, dokter? Tuurlijk. Ja, zeker. Ze zullen even een liposuctie. Hij moet minder bladeren krijgen, hoor. Ja. Yeah. Oké, hoeveel... Oh shit, hoeveel mijn dingen... Hoeveel hout heb jij? Ik heb er nu 27. Oh, maar ik moet even een nieuwe ding maken. Nou, laten we... Hoeveel zand heb jij nu dan? Zand heb ik 8. Maak even een grotere kist. Oké. Anders doe ik het. Nee, ik heb het al. Oh. Dat was de geest van het eiland. Ja, ik hoor het. Het lijkt net shipwreck hier. Nee, ik hoor een iron. Eiland, stomme pirate, jongens. Oké, kom, we gaan naar de overkant zwemmen. Wacht, ik moet nog hout weg. Wacht op mij, Gino! Wacht op mij! Oh, een appeltje. Wouter, ik ben al aan het zwemmen, hè? Ik zwem nu naar de overkant. Want ik ben op zoek naar verse zand. Ik heb een schepje bij me nu. Oh, kom op, die had je toch zo mooi kunnen rijmen. Wat dan? Nou, ik heb mijn schepje bij de hand. Ja. Rijmt op strand. Ja. Aan de andere kant. Zonder trammeland. Jongen, dikke hoeken, dikke hoeken, takke, dikke, takke. Kijk, dan denken mensen dat ik een slechte rap battle zou hebben. Ja, wanneer gaat die komen dan? Goeie vraag. Ik denk, ik zit nu in mijn examenweek, dus ik denk na het examen. Ah, pussy. Oh, jij doet studie, yes, cool. Jij doet het niet goed. Jij is slecht voor de economie. Oh man, maar ik studeer economie. Ja, daarom juist. En ik heb weer geen schep, mijn schep is kapot. Dus ik sta hier eigenlijk voor spek en salade. Waarom doe je er geen torch onder dan? Omdat ik niet iets bij me heb. Maar oké, ik heb wel een torch bij me, dus laat ik dat doen. Let dan op. Ga je gewoon ergens onderaan en dan denk ik... Ah, jij bent zo. Ja, je zegt niet. Yes! Oh, wauw. Oh, ik wil ook een torch. Je hebt er 2, zag ik. Geef mij jou een andere. Ah. Wow, wacht even. Ik ga dat helemaal hier beneden doen. Let op. Dit is de shit. Make up shirt. En je weet niet wat er gebeurt. What's gebeurd? What's gebeurd? Je bent een NSC-ton en je komt niet tot de grond. Tot de grond. Je bent de NSC in Crow en je weet niet wat is nou. Out about. Nee, wat is nou? Oh, wat is nou? Wat is nou? Nou! Je bent de shambak to the crow en je bent niet wat is nou. Waarom valt dit niet? Vieze Freddy. Alsof je dat niet wist. En ik kom met de motherfucking fles leegjes en bazookoe. Als ik 4 bedjes in bed droog en dan ben ik van Stango. Ah, voor Chefo. Je lacht maar ik maak hier geen motherfucking grappen. Dus zuig me. Vinger? Mijn schep, je kan geen lauw biertje tappen met de zisten. Maar ben je van Star Trek? Ook geen was, maar ik breek wel je nek. Komt alleen uit me. Hoeveel van de kijkers zouden dit überhaupt kennen? Ja, dit is echt niemand. Een oud nummer. Ik denk dat vrij weinig hem kennen, hoor. Maar hoe de heck ken jij nog zoveel van de tekst? En hoe de heck ken ik ook nog deel van de tekst? Omdat jeugd van tegenwoordig was altijd fucking cool. Ik vind ze nog steeds cool. Ja, het was echt hip, hoor. Toen. Zo. Nog steeds. Op Vincent's kanaal, maar over het algemeen niet echt meer. Bij de skills dan. Haal hem uit je boy. Ken je die ook nog? Haal hem uit je boy. Ken je die? Ja, die ken ik. Wat moest jij nou? Okay. Of Dom Lompe Famous. Ja, nee, maar dat is van de opposites. Dat is van de opposites, toch? Ja. Ik ben Dom Lompe Famous. Ik ben Dom Lompe Famous. Ik ben Dom Lompe Famous. Beetje zeggen aan me. Schep. Vinger. Pickaxe. Oké, hoeveel zand heb jij? Ik heb meer dan genoeg. Ik heb 3 stacks. We hoeven echt maar gewoon heel weinig op te vullen. Tuurlijk niet. We moeten een hele cave maken, hè, ondergronds. Ah ja. Jongen, wat doe je nou tappen? Sorry.
Sorry. Doe je dapper? Tikketje dap. Klom op de trap. S'morgens vroeg om kwart over negen. Zeven. Ja, ik sta op de giraf een kusje. Een stomp op zijn neus te geven. Wat is dat? Zei Dikketje Dap. Mag ik ook even flink eens rammen? Ik wil ook op zijn nekje. Drammen. Spammen. Mag ik een community craft, Dikketje Dap? Heb je dat net verzonnen? Ja. Nice lyrics, bro. Andersom, ja. Jongen, wil je even... Jij wilde hout gaan verbranden met zand. Ja, tuurlijk. Okay, ik verbrand nu zand met hout. Dat is toch wel heel stout. Ja, al dat hout stop jij nu in dit zand. Daarmee wordt het zand nu afgebrand. Ja, het wordt afgebrand. Dit is echt een zangaflevering. Ja. Niet dat hebben ik jullie kan nog zingen, verzoekjes voor de volgende aflevering? Laat het dan hierachter in de reacties. Jij vraagt, wij zingen. En wij doen dat met alle liefde. Nieuwe serie, karaoke party met... De Dodo en de Vincent. Met Dodo en Vincent. Hé, wil jij niet zo racistisch over mijn naam doen? Vincent? Helemaal. Vincent. Vincent. Of ik maak voor jou een flap troll. Dat ben ik al. Hoeveel glas heb jij nu? Glas? Glas. Nul. Ik heb niets opgepakt. Ik heb al flint. Ik heb flint. Ik heb nog maar 27 glas. Hoe gaan we dat doen met die cave? Waar moet die uitkomen? Ik vind sowieso dat die daar uit moet komen. Ja, aan de andere kant toch gewoon? Ja, hier. Dus hij moet hier beginnen ergens. Zo. Nee. Vincent. We moeten eigenlijk hebben dat hij dan hier zo open gaat. En dat je dan... ik sla mijn microfoon aan. Dat je... Het land zo oploopt zo. Ja, dat hij hier omhoog komt. Best wel swag. Sounds fair enough. Dus dat houdt in dat we hier zo beginnen met de zijpoortjes. Dus doen we met zand? Ja, tuurlijk, want het is een strand. Het is een zandstrand. Okay. Maar dan moet ik denk ik nog meer zand gaan halen, of niet? Ik heb geen idee. Hoeveel zand heb je nog? Niet. Nou, dan is deze lijn toch prima. Dan halen we dit zo weg, zo. Oh, en dan wil je vanaf daar glas. En dan zetten we hier zo zand neer, zo. Maar hier moet ook nog zand komen. Dus ik ga wel wat halen. Waar? Ja, aan de andere kant van de zandstrand. Ja, maar als we nou eerst even hier zand lenen, dan kunnen we dat in de volgende aflevering wel weer ergens weghalen. Hé, dat zijn tactics, jongen. Next level. Alles. Level, the next level. De klapper van de week! Ja hoor, mensen, en vandaag in de aanbieding hebben we Dodo. Wie het eerst komt, wie me eerst mag malen. Waarom zou je mij willen malen? Omdat je dan... Dat is toch niet normaal? Dan krijg je gestampte Dodo. Sikke spits, Vincent. Sikke spits. Dat bedoel ik. Ik ben trouwens dit zand aan het slopen. Ja, ik ga zand hakken. Of scheppen. Whatever. Wat moeten we nou doen? What to do? Ik zit even te denken, hoe diep gaan we met die grot? Oh, echt diep, Vincent. Hey, jij bent echt vies, wist je dat? Hoezo, gewoon een diepe tunnel? Waarom jij haat mij? Ja. Ja, inderdaad. Waarom haat jij mij? Ja, nou... goeie vraag. Er is hier ook gewoon geen deurbel te vinden. Waarom zou je een deurbel in de zee vinden? Nou ja, er zit alleen maar steen hier. Iemand heeft alleen maar steen hierheen gebracht en geen zand of zo. Oh, je zit nu in die chest te kijken. Yes, sir, my friend. The chest. The chest of 1000 troops. The chest. De chest waar uw waarheid in verstopt zit. Yes. Ligt. En zit. En verstopt. Ja. Allemaal logisch. Zeer logisch. Veel te logisch. Dus daarom roep ik... Te logisch. Ja, dat roep ik. Alright. Sand. Surprise, motherfucker. What? Ken je die? Ja, waar was dat ook weer van? Ja, dat ga ik mij niet uitleggen. Nou weet je denk ik wel genoeg. Ja, ik weet genoeg. Dank u. Ik heb een hele mooie pickaxe. Heb jij eigenlijk ooit een parodie gemaakt? Ja.
toen ik duizend abonnees had. Duizend? Echt waar? Ja. Hoor je echt zo, op Hey Soul Sister hoor je zo, Black Ops MW3, ik weet het niet. En dan hoor je zo, echt waar? Ik speel support, want van die campers word ik echt gerust. Ja, dat is. Maar op welk nummer was het? Dat zeg ik net, Hey Soul Sister. Oh. Hey daar camper, met je geluidsdemper op je ACR. Oh, en radar, ik beweeg niet veel, wat doe je daar? Dat dus. Hey daar camper, met je geluidsdemper van Team Black Ops 2. Ga je eraan? Oké, nevermind. Nice. Applaus jongens voor Vincent. Ik vond hem goed. Ik vond het ook wel het einde van deze aflevering. Maar, oké. Hoeveel? Ik ben benieuwd hoeveel van de mensen 1000 subs, dat is een tijd geleden. Zeker omdat je toen Call of Duty uploadde. Zo, dat is heel lang geleden. Maar hoeveel van jullie kennen eigenlijk de link? En ga jij even de parodie in de ding zetten, dat ze hem kunnen checken? Nou, nu aan het einde? Voor deze keer. Okay. Jongens, check dan het linkje daarnaast. En geef ook even een like voor deze zang-episode, want holy shit. Dit was echt wel een hele leuke... Hele vrolijke episode, ja. Ja. Allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. Wil je meer weten van mijn dode vriend aan de andere kant, Daro? Vergeet dan even niet te abonneren op DodoGames.nl. Linkje staat onder in de beschrijving. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, Dustubs. En halen we deze keer de 3000 likes? Sowieso. Daarom. Sowieso. Tot ik weet het. De volgende keer bij Community Cross. Ciao. Ciao.